En op dit moment stond er een paard en de heer is nodig. Precies. En daar valt deze vent van Oudwende. Zoals we dat op de first lap zagen, met een fractie te weinig grip in die baan om daar in ieder geval de motor om dan te kunnen trekken. En betekent dat daarmee hier in ieder geval de verschillen onderling uitgezonden daar naartoe. Sleeptrekkers moeten er nog voor, we hebben nog geen rijtoerrijf gezien en we zijn bijna aan het einde van de 4,5 ton. Ja, maar goed, voordat die 11 tonners er zijn, die aantal die we hier nog hebben begaan. Henk Heijwegen, Edwin Borgstede en Nico de Boer. We zijn ook zo aan het beide. Dat lijkt erop. Van 8 punten wat wij hebben. Want Full Speed gaat maar 144 en valt daarmee op dit moment zelfs buiten het eerste gebod. En betekent dat Verploeg hier hele dure punten sprokkelt om het toezicht over de hele familie. Niet anders is. Als jullie tussen de middag gewoon lekker mee mogen eten met het land. Helemaal dik voor elkaar toch? Dat doen we. En wij twee Ford tractoren aan het werk hebben. De 9600. Ook in een bijvoorbeeld shirtje van AB Producties. In ieder geval bezig zijn met op- en afbouwen, het onderhouden van lichting van uitgestoten en groeien. Je zou dit dan het beste kunnen omschrijven als een mix tussen autotrek. En datgene wat we morgen zien, de toerdrijfklasse binnen de Arvis Venentio. De inventory 8260, de sleepwagen niet verzet is. Het besluit is genomen om over te trekken. En dat wij daarmee hier in ieder geval zeer tolerant zojuist de eerste officiële trekpoging voor de wedstrijd hebben zien wegzetten naar 94-57. En aan deze kant is het onmiskenbaar het geluid van Aardzwinnen. Een motor die wij... natuurlijk 8 cilinders en ik heel benieuwd ben naar bijvoorbeeld wat voor versnellingsbak. Wij rijden met een ZF-bak uit de vrachtuigen. Een ZF-bak en wat voor achteras? Ook van een dag. Kijk, een vrachtauto. Met een vrachtauto, ligt de vrachtauto van DAF. De ZF-producten die hier een stukje aandrijving verzorgen. Koppeling. Koppeling is van Kruijen.